We kunnen met een wedstrijd die helemaal in het teken staat van Johan Cruijff. Kijk maar eens even hier. Vier Cruijff-turns achter elkaar, wereldrecord. Ik denk dat Johan Cruijff trots zou zijn op wat wij hebben laten zien. Pannetje. En niet één panna, dit wordt echt een leuke video weer, maar twee. En drie zelfs. Of zelfs nog meer. Ja, niet normaal. Het is ook een wedstrijd met maar liefst 14 grote kansen en doelpunten. Spectaculaire kansen en waanzinnige doelpunten in de wedstrijd van het jaar. Echt een hele leuke wedstrijd. Zeker ook voor Noah zelf. Hij is on fire. Wat een wereldreddingen. En niet eentje, niet twee geweldige reddingen, maar meer dan drie. En ook de celebrations zijn heerlijk. Leuker dan je ooit gezien hebt en misschien wel gaat zien. Ik heb er geen woorden voor. Ik ook niet. En dan was het ook nog eens een keiharde wedstrijd waarin slachtoffers vallen, spelers van het veld moeten, er misschien wel een strafschop wordt gegeven en Sebas even helemaal de weg kwijt is. Joris, akamist, wil zelfs op de vuist met zijn tegenstander. We weten, we hebben team spirit, hè? Je weet het, hè? Waarom zou de grensrechter geel krijgen en wat zijn jullie, de kijkers? Jullie zijn echt onze vriendjes. Ja, maar echt. Ja. En worden daarom beloond door onze creators. Ik vond het enig. Nee, het was top om mee te doen, het was lachen. Koenzie Toen gaat met camera spelen en mic op. Wat een luilakken. Hier zo. Laat gewoon je man lopen, joh. Zelf geeft Koen het goede voorbeeld. Hij was overal echt topverdediger. Te gek dit, Creators FC. Vergeet niet te abonneren, te liken. Zo, let's go. Anders ben je geen echte voetballer. Here we go.